Het is weer too good to go time! Yeah! Het ziet er leuk uit van die handje, zie je dat? Yeah! Oké. Okay. En wij nemen deze vlog dus op met onze nieuwe DJI Pocket 2 camera. Ik ben heel benieuwd hoe de kwaliteit er straks uitziet en of het geluid ook vooral beter is. Want deze heeft 3D stereo geluid, nog iets, weet ik veel wat, maar het ziet er allemaal vet uit. Dus we gaan het gewoon allemaal zien. Maar nu eerst naar de Albert Heijn. Want daar zijn wij, hè? Klopt. Ja. Want jij hebt... Ik heb weer een pakketje geregeld bij de Albert Heijn voor €4,99. Maar het is niet zomaar een Albert Heijn pakket. Het is een nieuwe! Ah. Die hebben wij nog nooit gehad. Nee, en deze blijft ook niet heel lang. Want het is een feestdagenpakket. Dus ja, ik ga ervan uit dat het nu dingen zijn met kerst. Maar ja, is het alleen bijvoorbeeld kerststol en kerstkransjes en dat soort zoete dingen? En allemaal lekker dure spullen. Ja, of toch? Of niet. Of is het ook met vlees? Of is het ook iets... Ik weet het niet. Ik weet echt niet wat ze onder een feestdagenpakket verstaan. Nou, we gaan het snel halen en aan jullie laten zien. Oh nee, het is volle maan! Auw! En we zijn weer thuis aangekomen en ik ben zo nieuwsgierig wat we hebben gekregen met ons feestdagenpakket. Echt hè? Van de Too Good To Go Albert Heijn. Het was wel ons tasje, hè? Nou, inderdaad. Het ging erin zo. Het klinkt een beetje plasterikkerig. Dit is kraakt. Ja. Dit is vierkant dolske. Oké. Okay. Die nog meer kraakt. Ja. Want we gaan gewoon eens blind voelen, hè? Blind voelen. Ik denk koekjes. Oké. Okay. Pepernotenfabriek. Hazelnoot. Kruidnootjes. Oeh, hazelnoot. Hazelnoot. Koekjesinis. Kijk, cookie-chinis. De pepernotenvriend. Dat is wel een bekende van Del. Ja, daar zijn we nog geweest. Ja. Al die 9000 smaken. Klinkt nog, ik wou zeggen, klinkt nog bekend ook. Ja, amandeltruffel. Nou, lijkt me ook wel een goede, lekkere smaak. Oké. Okay. Dus niet alleen feestdagen van de kerst. Nee, ze hebben ze blijkbaar dus inderdaad van de Sinterklaas ook nog het een over. Wat hebben we? Een chocoladester melkhaalsenoot. Oeh, melkhaalsenoot. Oeh, dat zit van binnen ook of zo. Ja. Lijkt het. Grappig. Wat dan? Dat is wel kerstig. Kerstige chocoladeletter. Het was geen letter. Nog één! Nog één! Ja, zo eerlijk, kunnen we allebei één nemen. Wat hadden we hier ook alweer voor betaald? 4,99. Nou. Dit is wel van excellent, zeg maar. Die kost wat meer. Nog een keer kruidnoten? Nee, iets groots. Wow, cake! Of het? Iets. Cake. Lekker Brabant. Lekker Brabant. Lekker Brabant cake of zo. Geen idee. Ik ga kijken. Ga jij eens kijken? Is wel kerstig. Proef het lekkerste uit je eigen Brabant. Ah, wel jammer, het belletje is kapot. Ja, dan is hij te goed te go, denk ik. Oh, nee. Was hij nog meer kapot? Oh. Maar het is wel gewoon een cake volgens mij. Zat er iets onderop? Even spieken hoor. Oh ja, kerstcake vanille. Nou, ik denk dat wij nu het laatste gaan hebben. Oeh. Denk ik. Een pure chocoladeletter. Oh, yeah! Dekel puur. Ja, het zieke idee. Oh ja, de Q die neemt niemand natuurlijk. Die blijft over. Ja. Al die mensen die Q-Rijn heten en zo. Ik weet niet. Maar dit is wel weer een ongezond pakketje, hoor. Het is een, nou alleen maar inderdaad, ja. Dat is niet wat we dachten. Misschien ook nog iets van vlees, van de kerst of iets anders. Dit is echt alleen zoet. Echt. Gaan we wel lekker van eten, hoor. Lekker. En een samenvatting. Nou, we hebben de heerlijke pure chocolade. Lijkt mij lekker. Ik ben dol op puur. Eeuw. Dan hebben we 2 keer kruidnoten. Hazelnoot. Cookuccini's. Dat staat er echt op. En amandeltruffel chocola. Nou, lekker. 2 keer de excellent chocolaster. Dus melk hazelnoot. En dus 1 keer een kerstcake vanille. Deze, de kerststerren zijn tot juli houdbaar. 2021. 2021 inderdaad. Ja. Dat zou het wel heel erg zijn. Oh wacht, het is als deze vlog online komt, is het op 2021. Ja. Dit is juni. En deze zijn zelfs augustus. De kruidnoten. Dus
We hebben alleen deze, die moeten we echt verplicht nu deze dagen opeten. Heel vervelend. Maar de rest, het is gewoon een goed snackpakket. Maar qua prijs, nou verwacht ik, want wij hebben in die fabriek gezien deze, hè, in die winkel, dat die echt behoorlijk prijzig zijn, die kruidnoten. Waar waren wij toen? In Leiden? In Leiden of in Den Haag? Nee, in Leiden. Leiden, ja. In Leiden waren we toen inderdaad met ons hotel overnachten. Oh ja, ja. Die we daar hadden. En toen zijn we inderdaad in deze pepernotenfabriek ja, geweest. Ja, precies. En die waren volgens mij iets van 3 of 4,99 per stuk. Ja. Per pakje, als ik me nog goed precies, kan herinneren. Precies, zoiets, hè. Dus. Nou, en die excellent sterren zijn ook wel eens prijzig. Dus nee, erg tevreden. Leuk pakketje. Nou, dat was weer ons eerste pakket in het nieuwe jaar 2021. Ik hoop dat het coronavirus eindelijk onder controle gaat zijn. Zodat we weer lekker kunnen genieten van het leven. Lekker veel uitstapjes kunnen maken. En nog veel meer Too Good To Go pakketten kunnen gaan testen. Maar dat kon ook eigenlijk al met corona. Ja, precies. Ja. Maar nu weer iets meer. Meer, hè? Ja. Ja. Nou, we weten nog niet welk het tweede pakket gaat worden. Dat is nog een verrassing. Uiteraard, als jullie de titel van deze video hebben gezien, dan weten jullie dat al. Maar op het moment dat wij het filmen, allemaal nog niet bekend. Dus tot de volgende shot. Yes, en daar ben ik weer voor het tweede pakket. En ja, wat is het nou geworden? Nou, het is Bakker Bart geworden. Die hebben we al een keer gedaan, misschien zelfs al twee keer gedaan. Waarvan ik ook weet dat we een keer dachten van nou ja, even heel gemeen gezegd, is dit alles? Want ja, je hebt soms toch bepaalde verwachtingen. Maar ik dacht, we gaan het gewoon nog een keer proberen. Hij stond open en een mooie tijd om op te halen, dus we gaan erheen. En ik denk dat er ook wel iets bij zit wat we misschien vanavond al kunnen opeten. Maar ik hoop toch ook dat er weer wat brood bij zit, zodat het weer in de vriezer kan. Want die is ondertussen ook alweer een beetje leeg. Dus ik ga er snel heen en dan laten we het zo aan jullie zien. Oeh, wat zal er weer in zitten? Lekker, lekker. En we hebben weer een nieuwe Too Good To Go! Van Bakker Bart voor €4,75. Ja, ja. En ja, jij en wij en ik. Jij en wij allemaal. Kunnen ons niet herinneren meer tot die voor die prijs te koop stond. Nou, ik wist het niet meer. Ik dacht eigenlijk dat die vorige keer gewoon 4,99 was. Maar ja. Maakt niet uit, 4,75. Nou, de vorige keer vonden wij Bakker Bart niet zo heel goed. Ja, één keer was die aardig en de andere keer volgens mij dat we dachten, is dit nou echt alles? Maar is ja, dit alles? Oeh. Maar we gaan eens kijken wat erin zit. Ja. Ja, mag beginnen. Ogen dicht, ogen dicht. En we graaien maar. Ik denk dat dit brood is. Jij denkt dat het brood is? Dat is een tas. Hey, een brood! Jeetje. Oeh, dat is wel echt dat hele donkere. Lekker. Zo. Ja, dat was mijn lekker lied. Lekker. Lekker broodje. Lekker. Hey, bruine en wit. Oh ja, dat zijn nog wel. Ik denk dat het lijkt op stenen. Maar... ja, misschien zijn het ook wel stenen in de vorm van een keizerbroodje. Twee bruine en drie wit. Oh, mijn ogen dicht doen en ruiken. Waar ruikt het naar? Naar snoep. Snoep? Ik ruik iets anders hoor, maar... Oké. Nee, nog een keer. Nog een keer. En ruiken. Ik vind naar kaas ruiken. Dus schrijf maar eens. Kaasstengel! Wow, yo! Zo, dat zijn grote. Dat zijn hele grote. Zo. Ik wil deze, want deze is... Oké, je kan ook die daarachter nemen. Ja, die is nog kleiner. Zie je die? Oh, 5 kaasstengels. En? Ja, het is officieel winter, hè? Ja. Dus? Ja, hebben we nog sneeuw gehad? Nee. Nee. Maar wel bevrouwd. Kijk, sneeuw! Sneeuwbrood! Het heeft gesneeuwd. Oh, nee. Jij op het brood, dit heeft op het brood gesneeuwd. Ja, maar nou hebben we allemaal bevroren brood. Kunnen we erop schaatsen? Ja! Of we maken er een sneeuwpop van. Nee, maar hier zit ook nog wat in. Oh. Dat is een zak in een zak, papa. Een Inception. Ik weet niet of ze erbij kan. Alleen dit. Hou het eruit. Het helpt toch? Een spannend. Croissantje. Croissantjes? Ja. Zo. Wanneer zijn croissantjes? Oh. Nou, er zitten 2 croissantjes in. Gewone? Ik laat het even. Ja, dat is goed. Oh ja. Waar is het allemaal eruit hangen nu? Anders hebben we alles tegelijk. Anders dat we die dingen vanuit elkaar kunnen wennen. Precies.
Lekker. En een bolletje. Oh, je hebt een bolhoedje. Een bolletje. Ja. Ik denk een Italiaanse bol. En daar hebben we er twee van. Nou, oh ja, even kijken als bewijs. Kijk eens aan. Nou. Ja. Dus de samenvatting. 1. Bruin brood. Geen flauw idee wat precies, maar lekker donker. Hier sneeuwbrood. We hebben 2 croissantjes. 2 Italiaanse bollen. Keizerbroodjes, wit en bruin. En hele grote kaasstengels. Dus ik vind het eigenlijk nu een heel mooi pakket. Wat zegt u ervan, meneer? Voor die €4,75. Ja, toch? 2 duimpjes omhoog. Hey, 2 duimpjes. En jij? 100 duimpjes. 100 dikke duimpjes. Kijk, dat is een goed pakket. Nou, dat is weer een super gaaf pakketje van de Too Good To Go. Bakker Bart hebben wij nu denk ik voor de 3e keer getest. Ja, dat dacht ik ook, en dit is wel een van de meest uitgebreide die wij tot nu toe hebben gekregen. We gaan nog voor een 3e pakket zoals jullie van ons gewend zijn. Welke dat gaat worden is nu nog niet bekend, hè? Nee, wij hebben allemaal al iets. Het is allemaal last minute. We kijken wat er beschikbaar is, maar we merken wel van werken. Snoeppakket. Ja, een snackpakket. We merken wel vanwege het corona gebeuren tot er toch minder pakketten beschikbaar zijn. Je mag natuurlijk minder, ja, nee, er zijn gewoon minder winkels die meedoen volgens mij. Ja, zo natuurlijk de HEMA en zo, die zijn helemaal niet open nu. Nee, dus dat, al die retailwinkels waar je ook gewoon kon halen, dat is allemaal, allemaal afgesloten of gesloten gezet, zodat je die dus niet kan bestellen. Dus we moeten het doen met wat bekendere pakketten die we al vaker hebben getest, maar goed, dat maakt de pret er niet minder leuk om. Het volgende shot zullen jullie dus zien waar we weer zijn. Nummer 3. Ja, het 3e, dus het laatste pakket. Het is gelukt. En welke is het geworden? Eentje die we wel in ieder geval al een keer gehad hebben, maar al best weer een tijd geleden. Want ja, zoals Dennis al zei, helaas zijn er niet heel veel ketens die zich nu aansluiten in deze coronaperiode. En daarbij zijn natuurlijk wat winkels dicht die normaal wel meedoen. Dus we kunnen niet heel veel nieuws, maar wel dingen die we al wel weer een tijdje geleden zijn. Wat hebben we nu? Een Albert Heijn pakket, maar dan een vega pakket. Dus vegetarisch pakket hebben we een keer eerder gedaan. Toen was ze eigenlijk verrassend goed. Ik eet zelf best geregeld vegetarisch. Ik eet ook wel gewoon vlees, dus ik ben niet volledig vegetarisch. Maar vind het wel iets, ja, voelt toch wat beter soms. En ik vind het ook gewoon heel lekker. We hadden toen echt een verrassend goed pakket. Het pakket kost €4,99. En vorige keer hadden we ook allemaal verrassende dingen, zoals een stengel met lekkere roomkaas en dingen waarvan ik eigenlijk helemaal niet wist dat het er was. Dus ik hoop eigenlijk wel weer op een leuke nieuwe verrassing. Maar ik ga hem snel halen en dan zien jullie het zo. Hallo, hallo! En wat is het weer spannend. Ik wou zeggen, hier is mannetje van de radio. Het is echt weer super lang geleden dat wij een vegetarisch ding... Pakket. Gewoon vegetarisch pakket. Eigenlijk staat er vega pakket. Een vega pakket. En wat is het verschil dan? Niks. Nee, oké. Okay. Nee, de naam. Okay. Nou, we hebben hier dus een vegetarisch pakket van de Albert Heijn. €4,99. En ik ben weer heel benieuwd wat daarin zit. De vorige keer hadden we dat hele lekkere stengelding. Wat grappig, die heb ik ook genoemd. Ja, dat is de enige was blijven hangen. Want het was echt wel heel lekker. Maar niet kraakvel. Ja, dit is een zakjeszak. Hoe zeg je dat? Dat er allemaal zakjes... Allemaal losse zakjes. Denk ik. Nou, we gaan eens snel kijken wat erin zit. En we doen het uiteraard zoals wij het altijd doen. Ja, hè? Gewoon helemaal blind gewoon. Blind. En ik heb gewoon eerst een soort van verpakking. En ik ga het raden. Ik denk misschien iets van vlees, maar dan ook weer niet vlees. Nee. Het is vegetarisch. Oh, bijna. Oh, ja. Oeh, lekker. Verse ananas. Dat is geen vlees, nee. Nee, maar wel lekker. Kijk eens. Oh, lekker. Ja, verse ananas. Oeh. Heb je ook altijd dat je tong daar een beetje van gaat prikken? Ja, 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 heb ik ook altijd. Dat is wel lekker. Ja. Sla? Ja. Hey. Rucola. Sla. Rucola. Lekker, die is altijd gewoon lekker bij het avondeten. Ja. Het is eigenlijk verplicht carpaccio of zo. Met rucola. Ja, we hebben vegan dingen en dan gaan we carpaccio vlees erbij halen. Ja, ik zei al, ik eet wel gewoon vlees. Ik vind vegetarisch heel lekker. Dus ik eet bijna iedere dag wel iets vegetarisch. Jij minder. Jij wel. Ik veel. Maar ik ben niet vegetarisch, dat niet. Nee, dat zei ik ook. Nee. Dat vind ik wel leuk, om het gaat uit te testen. Nou, precies. Hey. Worteltjes. Lekker. En dan kan mooi, ja, van die geraspte wortel. Julienne. Ja. Hoe weet je dat allemaal? Ja, zo weet dat gewoon. Dat weet ik.
Maar dat kan ook lekker bij elkaar, die zo. Twee. Dat zo. Ja, ik weet niet of de rucola is, maar een beetje overheersend. Ja, dat is waar. Het is wel kruidig. Ja, een beetje pittig. Dat klopt. Maar die is in ieder geval lekker ook in salade. Lekker. Nog een zakje? Nee, ja, nog wel een zakje. Maar ik twijfel of ik die nu ga pakken. Ja, doen we wel. Ja, doen we wel. Is maakt niet uit. Oh, we hebben ook nog Italiaanse groente kastanje champignons. Oké. Italiaanse groente kastanje champignons. Ja, Italiaanse groente kastanje champignons. Nooit van gehoord. Oké. Oh, grappig. Ja, dat is gewoon de roerbak. Ja. Om de roerbak. En ik denk dat we weer iets van kaas hebben of zo. Het is kaas. Het ziet er wel uit als kaas. Vraag, wat voor kaas? Wat denk jij? Oh, je hebt het gezien natuurlijk. Maar het nee, want ze hebben het zo in het tasje gedaan. Ik ga gokken op oud, want dat hebben we heel vaak. Nee. Het is niet oud, het is belegen. Oh, belegen. Maar kijk eens naar die prijs. Ja, dat is altijd. Kaas is ook gewoon duur natuurlijk, hè? Ja, dus dat is alleen mooie... met dit blokje kaas. Ja, heb je al. Hebben wij hem al lang weer terugverdiend, hè? Precies, doen we even. Hé, hey, goed bezig. Oh, we hebben nog een zakje. Oh, nog een zakje. Ik wou net gaan zeggen, dit was het. Ja, ik heb niet goed gevoeld. Nee. Nou, het is wel weer groen. Het is, wacht, ik ga kijken. Het lijkt. Het is of soepgroente of. Prei, denk ik. Er zit zo'n hele grote 35% kortingsticker op, maar ik denk prei. Denk ik ook. Ik zie prr staan. Dus ik denk prei. Prr. Ja, dat denk ik dan ook. Gewassen in ijswater. Dus dat is ook belangrijk om te weten. Oh, dat is die ook. Dat wist ik helemaal niet. Kijk, gewassen in ijswater. Grappig. Nou, ik vind het een mooi pakketje. Kunnen we wel eens lekkers van maken. Zeker. Nou, en daar hebben we dus weer het overzichtje. De rucola sla mélange. Rucola. Pain julien, de prei. Oh nee, de prr. En de verse ananas. De roerbak Italiaanse groente kastanje champignons. En de biologische kaas belegen. Dus als we keken, nou, we zeiden natuurlijk al naar deze prijs. Hè, dat is dan al gelijk €6,55. Ik weet dat ananas ook niet heel goedkoop is als je het zo in zo'n pakje koopt. Prijs, het staat erbij. Het zou €3 zijn. Oh, €3. Kijk, had ik niet eens gezien. Nou, en dan inderdaad al die zakjes. Ik gok als ik zo snel kijk, dit is natuurlijk al 9 bij elkaar, die twee, dat we inderdaad weer rond de €13-14 uitkomen. Mm-hmm. Dus ik ben tevreden. Nou, dat was weer een erg leuk pakket. En ook weer heel lang geleden dat wij een vegetarisch pakket hebben getest via de Too Good To Go. We gaan nu eens kijken wat voor lekker roerbakgerecht we hiervan kunnen gaan maken. Of waar we het bij kunnen verwerken. En dan is het nu tijd voor de samenvatting van alle drie de pakketten die wij dus weer hebben uitgepakt. Nou, en dat waren dus de drie pakketten die wij weer hebben getest. Het allereerste pakket, een supermarkt Albert Heijn. Feestpakket! Oeh, oeh, oeh! €4,99 hebben we daarvoor betaald. En wat kregen we dan ook alweer allemaal? In ieder geval een lekkere puur chocoladeletter. Oh ja, de chocoladeletter. En, waren er twee toch? Of was het alleen die letter ook? Ja, voor mij alleen en, die letter. En hadden we twee van die sterren? Ja, precies. En dan kruidnootjes van Delft, die speciale. Ja. Dus. Supergoed. Lekker. Ja, was goed. Pakket. Het tweede pakket was van Bakker Bart. Ook een pakket wat we al heel lange tijd niet meer hadden gehaald. En daar kwam ik achter met het monteren. Want ik had dat logo nog niet eens op mijn computer opgeslagen staan. Dus dan weten we dat gelijk weer daarin. Precies. Maar de kaasstengels waren ook erg lekker. Ja, ik vond het ook elke avond of elke dag is er wel een stukje weer opgesmikkeld. Ja, en brood krijg ik eigenlijk dagelijks mee naar mijn werk. Ja. Dat is ook weer ideaal wat dat betreft. Precies. En die andere broodjes heb ik gewoon ingevroren. Die keizerbroodjes en zo. Dus ja. Ja. En die was dus €4,75. Ja. Dat was een aparte prijs wat we niet gewend waren. En dan nu als laatste de... Albert Heijn Vega-versie. De Vega-versie, het Vega-pakket. Ja. Waar we ook best wel wat lekkere dingen in hebben zitten. De ananas, de wortel. Kunnen we lekker een roerbak maaltijd meemaken in ieder geval. Ja. Nou, we hopen dat jullie deze vlog weer leuk vonden. Als dat zo is, klik hier beneden even op die abonneerknop, hè. Want dat vinden we heel fijn. We naderen bijna de 2000 abonnees, jongens. En met die 2000 abonnee-vlog gaan wij dus een tablet weggeven. Dat hebben we in een van onze vorige vlogs laten zien. We maken er zoveel, ik weet niet eens meer precies welke. Nee. Ja, maar kijk ze gewoon even allemaal. Precies. Zijn er maar 250. Je kan nu niks doen van regen, corona. Dus. En je spoort ons ermee, hè. Nou, laat natuurlijk ook die blauwe duim omhoog achter. Daarmee zijn onze video's wat beter vindbaar op YouTube. En dan kunnen we niks anders zeggen weer. Tot de volgende vlog. Doei doei!
Nou, hier zie je het eindresultaat. Het ziet er niet onwijs mooi uit, maar het lijkt me wel lekker. Wat heb ik gedaan? De peen, de prei, de champignonnetjes alleen los van die, want die zitten daar voor Dennis. Want die lusten zowel Nova als ik niet, maar heb ik wel even los voor hem. Die komen hier dus eigenlijk nog gewoon bij. En dan dus wat pasta, wat klein beetje knoflook en wat woksaus er doorheen gedaan. Dan heb je gewoon een wokgerecht, alles door elkaar. Dus eet smakelijk! Nou, en dat was dus weer een heel mooi pakketje voor die €4,99. We hebben er weer drie getest. We gaan dadelijk eens de samenvatting geven van de drie pakketten. En wat wij er weer van vonden. En ja, dat was het eigenlijk. We gaan eens kijken wat we hiervan kunnen maken door middel van een roebakgerecht of iets dergelijks. En dan gaan we nu eens... En dan is het nu tijd naar de... Wij gaan eens kijken wat er voor leuk... Lekker...